Als je zegt dat je in een archief werkt, dan zegt men vaak, oh, is dat niet saai? Zo tussen al die oude boeken zitten. En dan zeg ik, ja, voor mezelf, ik vind dat niet saai. Wat vind ik hier zo fascinerend? Je hebt hier heel de geschiedenis van de stad Leuven. Ik woon hier ook, dus elke dag ben je bezig met de geschiedenis van je eigen woonplaats. Ik vind het ook interessant dat je hier heel veel interactie hebt met de mensen. We doen leeszaalwerking, we doen rondleidingen. Dus je kan het archief kenbaar maken naar buitenuit. En dan de mensen blij zien zo van als ze iets meer geleerd hebben of te weten gekomen zijn. Ja, dat vind ik heel aangenaam. Ik ben Lisbeth en ik heb me verdiept hier in het Stadsarchief in allerlei bronnen over vrouwen in het verzet. En dat in de Twee Wereldoorlogen. De Tweede Wereldoorlog is een van mijn stokpaardjes. En ik denk dat dat komt doordat ik als kind de serie Secret Army heb gezien. En dat gaat onder meer over een ontsnappingsroute van Britse RAF-piloten. En ik vond dat fascinerend, want je merkt dat die mensen eigenlijk hun leven op het spel zetten. En toch doen die mensen dat. Die serie die is gebaseerd op mevrouw André de Jong. Dat was een Brusselse. Maar zij was eigenlijk degene die de contacten legde met die piloten, met de andere onderduikadressen in België en in Frankrijk. Ik vond dat fascinerend dat die vrouw daar de leiding in had. En vooral, de Duitsers gaan minder makkelijk verzet associëren met die dames. Dus ik vind dat wel fascinerend, de rol die die vrouwen daarin kunnen spelen en zo makkelijker door de mazen van het net kunnen glippen. En dan zo ook mensenlevens redden. De inval van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog is in augustus 1914. En onmiddellijk zie je dan dat zij heel het openbare leven gaan sturen. Ik heb een aantal verordeningen van de Duitse overheid klaargelegd. Het nachtverkeer is verboden van 12 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Overtredingen van dit bevel zullen met een hoogste 300 mark boete of met een hoogste 20 dagen gevangenzitting worden bestraft. Dit is ook een hele interessante affiche. De Duitse bezetter wil natuurlijk dat je zo weinig mogelijk contact kan maken met de geallieerden. En een van de dingen die je kon gebruiken was een duif, een postduif. Dus het eerste wat men doet is het verbieden van het houden van duiven, puur uit angst dat men de duiven zou kunnen gebruiken om geheime boodschappen te sturen. De bezitters van gelijk welke duiven zijn verplicht hun duiven dagelijks tot 1 uur 's namiddags in de hokken opgesloten te houden. En van 1 uur tot zonsondergang mogen de duiven uitgelaten worden. Wel, je ziet tot elk klein detail van het dagelijkse leven hebben ze verordeningen bedacht en hebben ze eigenlijk nagedacht van hoe kunnen we zoveel mogelijk vermijden dat er mensen bezetting gaan ondermijnen. Bijvoorbeeld bepaalde boeken mocht je niet meer lezen of heel veel van de pers is verboden. Je hebt het gevoel dat je niet meer kan ademen, dat je niet meer vrij bent. Dus zo gaan mensen in het verweer of in het verzet. Ook in de Eerste Wereldoorlog waren er een aantal vrouwen al in het verzet. En de meest bekende waren Edith Cavell en Gabrielle Petit. En Edith Cavell, dat was een Engelse verpleegkundige, die dan ook directrice geweest is van een verpleegschool in Brussel. En zij was eigenlijk een soort geheim agent voor de Britse geheime dienst. Maar zij is dan natuurlijk betrapt en zij is ter dood veroordeeld. De geallieerden waren wel een beetje geschokt, omdat zij niet dachten dat de Duitsers effectief vrouwen zouden terechtstellen. En dan maakt men een aantal prentkaarten. Dus je hebt hier mevrouw Cavell en hier Gabrielle Petit. Zij werden dan beiden martelaressen en puur ook voor propaganda uitgespeeld. Er zijn ontelbare postkaarten gemaakt met hun afbeeldingen. Zij werden ook heel vaak vernoemd als teken van de wreedheid van de Duitse bezetter, dat hij zelfs vrouwen gaat ter dood brengen. Er is ook een Leuvense link, omdat wij ook een aantal dames hebben die strijdbaar waren in het verzet. De bekendste, denk ik, is Hortense Daman. Zij was een dame die als kind
al in contact komt met de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 10 mei 1940 is de inval. En zij wonen in de buurt van de Tiense Poort. En de Duitsers komen altijd uit het oosten. Dus de schade aan de Tiense Poort is natuurlijk al onmiddellijk zichtbaar. Dit is een beeld ook van de Tiense Steenweg. Daar wordt natuurlijk zwaar gevochten. De familie Daman woont vlak bij die buurt. Dus zij worden al onmiddellijk vanaf dag 1 geconfronteerd met die inval. Op het moment van de inval is zij 14 jaar. Dus zij is dan eigenlijk een opgroeiende tiener. Dus ik denk wel voor een jong meisje dat dat al onmiddellijk effect heeft als je ziet dat er een bezettende macht komt. Dat er al mensen omkomen en dat er dan onmiddellijk al mensen op de vlucht slaan. Want zij zijn natuurlijk niet vergeten dat 22 jaar eerder pas de Eerste Wereldoorlog geëindigd is. Zij hebben ook de wreedheden van de Duitse inval toen meegemaakt, een deel van die mensen. Bijvoorbeeld de ouders van Hortense Daman, Jacques Daman en de moeder Stefanie van den Einde. En zij groeit op in de Pleinstraat. En haar ouders hebben daar een kruidenierswinkeltje, een groentewinkel. Die kruidenierswinkel en die groentewinkel die gaat ook de ideale dekmantel worden voor een aantal van die verzetsactiviteiten. Daar komen natuurlijk veel klanten over de vloer. Zij moet veel leveringen doen. En vaak bij die leveringen gaat zij dan ook mee berichten smokkelen of andere zaken smokkelen die zij naar verzetsmensen brengt. En Hortense Daman was natuurlijk in Leuven gestationeerd bij haar ouders, maar bracht dan ook op een gegeven moment de berichten bijvoorbeeld van Waterloo naar het hoofdkwartier van de partizanen in Brussel, waar de persoon Louis van Brussel ook dan de leider was. De risico's waren zeer groot, hè, want er stonden zeer strenge straffen op. Dus je kon ter dood veroordeeld worden. Mensen helpen onderduiken, spioneren, sabotage, koerierster zijn. Kon je straffen krijgen, kon je de doodstraf krijgen. Of als je verzachtende omstandigheden had, om een of andere reden, kon het dwangarbeid zijn of afgevoerd worden naar een werkkamp. En uiteindelijk is dat ook met Hortense Daman en haar moeder ook gebeurd. Zij zijn opgepakt en eerst in Leuven gebracht naar de hulpgevangenis in de Maria Theresiastraat. Daar werden de politieke gevangenen opgesloten, want zij werd dan als politieke gevangene beschouwd. Maar zij heeft nooit iemand verraden. Zij kende natuurlijk wel heel veel namen, maar zij heeft niemand verraden. En dan is zij samen met haar moeder ook voor beide, omdat zij vrouwen waren, zijn zij naar Ravensbrück gevoerd. En Ravensbrück was het enige kamp in Duitsland waar alleen vrouwen waren. Dus de vader is op een gegeven moment ook opgepakt en is in Buchenwald terechtgekomen. En zij kreeg op een dag bericht dat de vader nog leeft. En de zoon gaat dan onmiddellijk naar Buchenwald. En samen met de Engelsen bevrijdt hij dan het kamp. Daar zijn foto's van. Hij bevrijdt eigenlijk mee zijn vader. Dus daar hebben we ook foto's van. Die zitten hier in het archief ook. Op deze foto zie je eigenlijk heel de familie Daman in de Pleinstraat waar zij woonden voor hun huis als zij terugkeren. En dan heeft de buurt heel het huis mooi versierd met bloemen en welkomstbord gehangen. En dan was er een feest in de straat. Vandaag heb je in de Bierbeekstraat, op een steenworp van waar de Damans woonden, heb je een hele mooie muurschildering. Ik vind dat een heel mooi eerbetoon ook. Zeker ook omdat het op de locatie is waar ze gewoond heeft en gewerkt heeft en mee in het verzet zat. En ook om de aandacht op haar te trekken. Ik vind het aangenaam dat ze zo, met die muurschildering, dat zij zo meer naambekendheid gaat krijgen eventueel. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een sluikblad, een Vrij Volk. En daar zie je, op een gegeven moment maken zij een artikel over allerlei verzetsvrouwen die terugkeren. Er zijn er van Leuven bij, maar ook van de buurgemeente van Leuven, die teruggekeerd zijn uit Ravensbrück. Naast de familie Daman heb je ook nog heel wat andere vrouwen in het Leuvense die mee in Ravensbrück zaten of gearresteerd zijn omdat ze verzetsactiviteiten deden. Je hebt dan onder meer in Wijchmaal Rosalie Wuits. Die dame was zelfs zwanger in Ravensbrück. En zowel zij als haar nadien geboren zoon hebben het kamp overleefd. Ik vind dat fascinerende verhalen, maar eigenlijk zijn die dames weinig of niet gekend. Ik ga contact maken met Donald Verstappen. Dat is de zoon van Rosa of Rosalie Wuits. En hij heeft zelf ook eigenlijk in Ravensbrück
verbleven, want zijn moeder was zwanger van hem toen zij in het kamp zat. Dag meneer Verstappen, mag ik Donald zeggen? Ja, liefst. Ik ben vereerd om met u in gesprek te gaan, want ik ben al heel mijn leven geïnteresseerd geweest in verzetsvrouwen en u bent de zoon van Rosalie Wuits. Ja, mijn moeder was verzetsvrouw. Hoe is ze daarin terechtgekomen? Wel, mijn grootvader is heel snel in het verzet getreden, gevolgd door zijn dochter, die toen, we moeten dat er toe aan toevoegen, slechts 18 jaar was, dus nog een meisje in die tijd. Zij was courierster, verbindingsagenten. Haar voornaamste taak was het afhalen en verdelen van de sluikpers. En dat gedurende 4 jaar in april 1944, gebeurt het onvermijdelijke. Zij worden beiden opgepakt. Zij wordt naar Leuven, naar de hulpgevangenis gebracht. Mijn grootvader naar Breendonk en is nooit teruggekeerd. Mijn moeder daarentegen is daarna overgeplaatst naar Ravensbrück. En daar is zij in het concentratiekamp verbleven tot 15 augustus 1944. En heeft zij veel aan u verteld over haar verblijf in Ravensbrück? Vertelde zij daar vaak over wat haar daar overkomen is? De oorlogsjaren waren thuis taboe. Ik weet daarover heel weinig. Ja. En als ik er iets over weet, dan is het gewoon niet van mijn ouders. Na de oorlog was dat dit nooit meer. Dus men sprak er niet over. Ten tweede, het was een posttraumatisch trauma, syndroom. En ik moet zeggen, het heeft mij een heel ander blik doen werpen op mijn moeder. Ik wist dat het een kranige vrouw was, maar dat ze dat allemaal meegemaakt had, was nog iets anders. Want Ravensbrück, daar is ze vrijgelaten, dus zoals ik zei, op 15 augustus. Maar ze is pas thuisgekomen op 20 september. Als ik het zo hoor, een helse tocht voor een zwangere vrouw. Dus dat heeft ze dan zo doorstaan. Een zwangere vrouw, niet alleen dat. Onvoldoende gevoed, onvoldoende gekleed. Op dat ogenblik 6 maanden zwanger. Ja. Dus, en heeft uw moeder nadien daar veel fysiek of mentale gevolgen van gehad, van haar verblijf en van die voettocht terug? Zij heeft alles gegeven om dat kind levend terug thuis te brengen. Dat was haar streven. Zij had in het concentratiekamp regelmatig, omdat zij zwanger was, niet op haar lijf, maar op haar hoofd, slagen gekregen. Ja. Slagen met houten knuppels. Dat is het enige wat ze mij ooit verteld heeft. Ja. Zij heeft er altijd dus hoofdpijnen van overgehouden. En daar waar dat zij voordien een zeer aangenaam en open, zwierig meisje en jonge vrouw was, na de oorlog is zij teruggezakt, ineengetrokken. Dus mentaal heeft ze er ook gevolgen van gehad. Ja. Ja. Wisten de buren dat zij in het verzet gezeten had? In Wijchmaal denk ik dat de buren uiteraard, maar voor de rest de bevolking totaal onbekend. Het verzet in België en in Vlaanderen, zeker ook in het Leuvense, is zeer onbekend gebleven. Ja. Vandaar is het wel belangrijk dat we vermelden dat uw moeder was een erkende politieke gevangene. Hè? Dus dat wil zeggen, zij is officieel erkend dat zij die verzetsdaden heeft gepleegd. Ik heb daar waardering voor en die waardering die is nu pas de laatste 2 jaar feitelijk naar voren gekomen. Omdat u het dossier beter heeft leren kennen. Nu pas besef welke opofferingen dat zijn geweest. En ja, de inzet die die beide mensen, de 3 mensen dus, mijn moeder, mijn grootvader en mijn vader gehad hebben. Het is frappant dat we eigenlijk pas sinds de laatste jaren de rol van vrouwen in het verzet leren kennen. Wel, ik vind dat terecht, omdat oorlog in het algemeen ook vaak altijd wordt beschouwd als een mannenzaak. En meestal worden oorlogen ook wel gestart door mannen. Maar je kan heel die ondersteunende factoren niet wegcijferen. Die vrouwen hebben vaak achter de schermen misschien nog een belangrijke rol gehad. En die is altijd niet bekeken of onderbelicht geweest. Zou ik hetzelfde doen? Dat is natuurlijk een vraag, want men spreekt dikwijls van vaderlandsliefde. Mm-hmm. Ik denk dat die mensen dat nooit gedaan hebben, wat men nu noemt, wat de natie noemt vaderlandsliefde. Ze hebben dat gewoon gedaan om hun eigen vrijheid
van denken en doen van hun familie en hun omgeving. Ik ben Belg, ik woon nu in Frankrijk. Als morgen hier een bezetter neerstrijkt, dan denk ik dat ik mij ook wel lanceer om in een soort verzet te gaan. Maar zegt die man, ik vond dat echt een heel goed gesprek. Mijn ouders waren voor vrijheid van denken en doen. Dat vond ik echt schitterend. Dat vat eigenlijk alles samen. Dus eigenlijk vind ik dat wel heel mooi dat ze echt burgers in hebben. Ja. Ik ben ook heel blij, want nu ligt het vast op film. Dus het wordt nu bewaard. Voor de eeuwigheid, zoals we dat noemen. Want hier in het archief hebben wij ook zaken die we bewaren voor de eeuwigheid. En ik vind dat ontroerend. Die mensen zijn er niet meer. En toch blijf je leven. Je blijft in die boeken. Dus je bestaan blijft. Je naam is niet uitgewist. Je blijft voortbestaan. Dat vind ik zo mooi.